Vandaag 22 maart wordt hier in Huygens Hofwijk het Rembrandtjaar in Voorburg geopend. Tot en met 16 juni is hier de tentoonstelling met het oog op Rembrandt te bewonderen. Deze tentoonstelling bestaat uit 18 etsen van Simon Koenen. Peter van der Ploeg, directeur van Huygens Hofwijk. Waarom een Rembrandtjaar in Voorburg? Nou, wij doen mee met het Nationale Rembrandtjaar. En in Voorburg, hier in Hofwijk, dit is het huis van de man die Rembrandt ontdekt heeft, Constantin Huygens. Dus dat is voor ons de aanleiding om mee te doen met het Rembrandtjaar. En waarom Simon Koenen? Omdat het een hele bijzondere reeks is die hij gemaakt heeft. Hij heeft in 1998 op verzoek van de Eerste Kamer een prent gemaakt die een herdenking was van de Vrede van Münster, 350 jaar eerder. En daarvoor heeft hij Rembrandt als beeld gebruikt. En daardoor getriggerd heeft hij eigenlijk iets wat hij van jongs af aan al wilde, is uitvinden hoe Rembrandt nou die etsen maakt. Dat heeft hij uitgeprobeerd omdat hij zelf ook een etser was. En dat is een hele bijzondere ontdekkingstocht geworden. En dat is superleuk om hier te tonen natuurlijk. Wat gaat Huygens Hofwijk nog meer doen aan het Rembrandtjaar? Over 2 weken opent hier een film, een première. Een rode loper en première. Constantijn ontdekt Rembrandt en daarin brengen we in beeld hoe dat nou precies zit met Constantijn die Rembrandt leert kennen. Rembrandt claimt dat zijn ontdekking en hoe hij met Rembrandt aan het werk gaat de jaren daarna. Fred Klomp, de eigenaar van de serie van 17 etsen. Hoe bent u aan die serie gekomen? Nou, daar moet je naartoe roeien. Dat doe je niet even een keer. Ik had al eerder etsen van Simon gekocht en toen kwam deze serie in Pulgi Studio in 1998. Daar hing een Rembrandt-etsje bij. Ja, daar was ik helemaal op verliefd. En dat heb ik ook aangekocht. Dus daar is een groeiperiode in geweest. En op een gegeven moment heb ik de overweging genomen, die serie ga ik kopen. Het prachtige is dat hij op zijn hoogtepunt, hij kon niets meer bijvoegen aan zijn oeuvre. De pen heeft neergelegd zo. En dit was het gegeven. En het Rijksmuseum heeft ook zijn hele collectie gekocht van 300 etsen. Maar ik wilde graag ook achter de kunstenaar de beschouwing, de bestudering hebben. En mag ik vragen wat u dan zo aantrekkelijk vindt aan het werk van Simon Koenen? Nou, eerst de persoonlijkheid. Het is een bestudeerd man. Gaat helemaal op in zijn werk zo. De bescheidenheid, maar met een groot inzicht van kunde. Hè. Wat was er zo mooi aan dan? De spontaniteit. Als je aan Simon had gevraagd, hoe lang ben je daarmee bezig geweest? Dan was er maar één antwoord mogelijk. Mijn hele leven. Eindelijk kon mijn hand gehoorzamen wat het oog waarnam. En daar vind ik hem een meester in. Simon Koenen, in 1998 was u gestopt met etsen. En toch bent u verder gegaan. Kunt u daarover vertellen? Ja, dat is gewoon een beetje geluk en toeval. Omdat in 1998 was mijn boek klaar, zo gezegd. Was mijn project afgelopen, vond ik na 30 jaar. 2 maanden later komt er een brief in je bus van de Cortas Altus van de Eerste Kamer, van de Staten-Generaal. En die met het verzoek om een prent te maken ter gelegenheid van de Vrede van Münster. En ik voel daar niets voor, want als je ooit je liefde achter je gelaten hebt, dan is het moeilijk om daar weer de volgende dag mee uit te gaan. Maar goed, anderen hebben mij overgehaald om het toch te doen. En toen kwam daar toevallig in voor, in dat prentje, klein prentje, het kopje van Rembrandt wat omkijkt. En dat relateerde ik eigenlijk altijd al met het verhaal wat Jan Mens beschrijft in zijn roman Meester Rembrandt. Daar beschrijft hij dat Rembrandt op een gegeven moment van de Werfzeeg waar hij woonde naar de Latijnse school gaat. En dat hij dan, dat het sneeuwt en dat hij een sneeuwbal maakt zo groot als een kinderkopje. En dat weggooit onder de roep, lever de geus weg met de Spanjolen. Voor ik het wist stond dat kopje omkijkende Rembrandt, zelfportretje van Rembrandt, stond erop. En als metafoor voor Holland. En daaronder heb ik dan de Vredesruiter getekend. En daaronder als metafoor voor Spanje het Escorial, het paleis van de Spaanse koningen. En toen ik dat had gedaan, kwamen eigenlijk andere dingen samen. Want ik was als kind altijd geobsedeerd geweest, zo kan je het wel noemen, door de essen van Rembrandt. Dat was ook de aanleiding waar met essen ben begonnen. Maar ik had nooit kunnen doorgronden hoe die het gedaan had. Want kijk, een essen moet je goed kunnen tekenen, maar je moet ook het proces begrijpen. En toen ik dat kopje bij dat prentje voor de Vrede van Münster, de René's op had, wist ik het eigenlijk.
Het was eigenlijk heel eenvoudig, want Rembrandt volgde altijd de meest eenvoudige lijn. En toen dacht ik, nou, als dat zo makkelijk is, dan wil ik ook die nog proberen. En die nog en die nog. En toen heb ik er in een tijdsbestek van een maand of 3, 4, 17, 18 gemaakt. En de laatste was de terugkeer van een verloren zoon. En de terugkeer van een verloren zoon, dat was eigenlijk een prent die stond in het geschiedenisboek afgebeeld op mijn gymnasium, op mijn middelbare school. En daar zat ik altijd naar te kijken, ook al was de les al vele bladzijden verder. En toen ik dan die serie maakte, de 18e, toen dacht ik, dan eindig ik met de terugkeer van een verloren zoon. En toen ben ik ook dus, nou ik had geen pers meer, dus ik heb het op de academie in de koffiepauze allemaal geëtst en gedrukt ook. Nou, die Rembrandt-serie hangt nu hier in het kader van het Rembrandtjaar. Dus ben ik erg blij mee, want ik had er zelf al 20 jaar niet naar gekeken. En de verzamelaar Fred Klomp heeft die serie in zijn bezit en die heeft dat buiten mij om geregeld en voor elkaar weten te krijgen dat ze hier mogen hangen. En ik moet zeggen, in het huis van Huygens is dat een hele eer in het kader van het Rembrandtjaar, een dubbele eer. En ten meer omdat ik ook in mijn lessen altijd, met name op de middelbare school, heel veel altijd over Huygens en Rembrandt en Jan Lievens heb verteld.